Abhoge Hogeschool Antwerpen. Dat zijn 15.000 studenten, elk met een eigen verhaal. Zelf ben ik daar één van. En ik stel mezelf de vraag: hoe kan jij het beste uit jezelf halen? Laat zien wat in je zit. Welkom bij Nieuwe Campus Club deze week. Een ongelooflijk getalenteerde gast. De ene moment zit hij achter zijn cursussen, de andere moment is hij belangrijke gesprekken aan het voeren met beleidsmakers. Hij ademt muziek en hij is ongelooflijk geëngageerd. Dag Dries smeert. Hallo. Hallo, mooie intro toch? Ja, dat mag je zich. Ik voel me echt al een loze, maar ik doe het permanent. Het is leuk om zo'n muzikaal talent te verwelkomen, want je studeert hier aan het Koninklijk Conservatorium van. App eigenlijk. Ja, Wat ja. doe je precies? Ja, ik uh, zit in mijn master aan het uh, Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Uh, ik zit daar in mijn tweede master, dus uh, volgend jaar ben ik afgestudeerd. En uh, ik studeer klassieke saxofoon. Dus, um... Saxofoon. Ja. En hoe ben je daarop gekomen? En passie van klein vandaan <laughs> of uh, dacht je oh, nee. gewoon vind ik een mooi instrument? Ik heb ooit eens gezegd, uh, ik vind dat is leuk voor die tussenstukjes zo te spelen. Ik bedoelde toen solo's, maar ik wist nog niet dat dat solo's waren. <laughs> dat het, yes. uh, in het orkest. Want mijn moeder presenteerde een uh, harmonieorkest. Oh, ja. uh, die heeft heel lang een harmonieorkest gepresenteerd. En ik ging daar als kind mee naar luisteren. was dus in waren... de familie eigenlijk. Ja, mijn moeder heeft piano gespeeld. Uh, mijn vader zegt altijd dat hij radio speelt. Um, maar die doet dus eigenlijk, het is, is niet muzikaal. Alleen die heeft, heeft geen muziek gestudeerd. Mijn moeder heeft uh, in de academie gewoon uh, hobby uh, piano gespeeld. Speelt nu nog altijd een beetje piano. Maar, uh, en mijn zus speelt ook piano. Dus zit wel een beetje in de familie. Maar ja. ik heb er dan in. En wanneer ja, ben je daarmee begonnen? begonnen? Op welke leeftijd? Oeh, uh, ik denk zo ja. Waar is dat? Tien jaar, hoor. ja, rond die leeftijd. die leeftijd tien jaar... Negen, negen begint je, begin je in de muziekschool, mooi. denk ik. En vanaf tiende begint je dan ja, effectief... Dan heb je eigenlijk niet lang moeten nadenken om bij AP te gaan studeren. Nee, eigenlijk was dat dan een di directe keuze. Ik wou vroeger kunstmajor gaan doen, maar ik heb dan eerst toch gewoon Latijn gedaan. Ja. En dan uh, naar, naar uh, geswitcht. Na, na, allee, als de studiekeuze moest gemaakt worden, ja, ja, ja. was het... Oh, ga ik voor die jobstekerheid of ga ik het mij dan beklagen uh, beklagen dat ik nooit die studie heb gedaan? En ja. dan uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor uh, effectief dat te gaan zeggen. Ja, ja. Nu zit je bij de Belgian Saxophone Choir, toch? Ja, meid, er is hier ja, ja, background ja. sex uh, gedaan en zo. Okay. Uh, nee, nee, nee. Hoe ja, ja, ben je daar beland? beland? Ik heb dat opgericht. Ah, ja, ik ben, ik ben de zakelijke leider van de saxophone Choir. Ik doe ah, de uh, management okay. en, uh, en die zaken. Dus uh, dat is, ja, ik heb dat opgericht samen met Andrea Van Acker. En uh, dan hebben we nog een derde persoon bij gehaald, uh, Wouter Versavel. Wow. En dat is onze artistiek leider. En, um, ik en wat doe is de dat zakelijke precies? Leiding. Wat doen jullie? Wij, um, ja, hoe moet ik dat kort en bondig uitleggen? Uh, wij, doen, wij zijn een ensemble, een organisatie, en wij proberen zo wat de Belgische saxofoonszijde te verenigen. Oh ja. Dus wij um, geven jonge studenten aan conservatoria en net afgestudeerden de kans om in het ensemble te spelen. Um, dus maximum 30 jaar oud, mocht je zijn om erin te zitten. Ja, ja, ja. Um, en dan kun je een plaats, als er um, plaats is, als er mensen afstuderen of mensen doorstromen, uh, dan kun je in het doorstromen ervaring opdoen in, in een orkest. In een, en een professionele werking, en dan kun je workshops, masterclasses volgen bij ons. Ah, ja, en zo okay. je bent daar nu business manager. Van. Ja, dat staat zo mooi dat zag onderaan ik in, mijn mail. Op jouw Instagram-bio, als ik dat. Ja, dat is juist. Ja, dat is een internationale business. wereld. Wel, dus dat klinkt chic. Ja. Is het niet zo? Het is veel werk. <laughs> uh, het is iets minder chic en het is veel werk. Ja. Uh, het is heel hard knokken om de, van de grond te krijgen, om, mm -hmm. om in de cultuursector iets gedaan te krijgen. Ja. En hebben jullie uh, nog veel optredens gehad, of nu met die corona natuurlijk niet meer ervoor. Wij hebben vlak voor corona ons eerste hele grote event gedaan, want wij zijn nog maar opgericht in ja, 2019 zijn wij gestart. Mm -hmm. um, en vlak voor corona hebben wij onze BSC Academy een vierdaags masterclass festival ja, ja, ja. georganiseerd en ons laatste concert gedaan. Oh, en alles wat ja. dat daarna is gekomen, is afgelast. Ja. Um, en we hebben wel nog ja, digitale uh, interviews gedaan, uh, via Zoom en zo, waar dan mensen konden op inschrijven en volgen met bekende artiesten. Nee, dat hebben we wel heen. gedaan, maar geen concerten meer. Nee. Ja, nee. en ik hoor het, ja, je bent ongelooflijk veel met, met muziek bezig en ja, zo, maar toch heb je ook nog tijd om je in te zetten voor uh, studenten, want je doet echt ontzettend veel. Maar uh, eerst en vooral oh. de ASAP, of de ja. Algemene Studentenraad van uh, AP. Van ja. Um, ja, dus jij zit daar... Niet alleen in, dat is een, een hele groep nee. uh, van jongeren. En jullie vertegenwoordigen eigenlijk alle 15.000 studenten van AP van daarin. Dat ja, is ook ja. waaronder ikzelf. Uh, ik zit daar even op te Leuk. En, en, Allemaal. Ja, wat, wat doe je dan voor ons eigenlijk? Heel veel. Um, ik denk dat het BSC, en de Saxophone Choir en de studentenraad in de ASAP, um, dat dat de dingen zijn die 90% van mijn tijd op, op, opnemen. Dat is beginnig ochtends om 9 uur. En eindigen om één uur, s'nachts, met ja. uh, mijn computer. En dan zitten wij, ja, wij vergaderen heel veel. En wij zitten altijd samen met directie. Mm -hmm. uh, maar ik kan me voorstellen dat veel studenten die ASAP misschien niet echt kennen. Nee. Uh, dus als je dat zou moeten uitleggen aan iemand die dat nog nooit van heeft gehoord... Ja, wij vind. zorgen dat wat de studenten denken, of willen, of mm -hmm. wensen, of wat dat toch een voordeel zou zijn voor studenten, dat dat er altijd doorkomt. Of dat dat ah, er, ja. Wij kaarten dat in ieder geval aan. Mm -hmm. hey, of dat dan de directie daarna luistert. Ja, dat is... Een keuze die zij moeten maken. Met de algemene directie hebben we een heel goede band. Dus uh, zij gaan ook vaak met ons in gesprek. Ja. Um, bij heel veel zaken gaan zij ook automatisch eerst een check doen bij ons. Van, mm -hmm. hey, we zouden graag deze doen. Of voor, voor, bijvoorbeeld met de uh, coronacrisis. Ja hebben wij bijna wekelijks, um, soms zelfs om de twee dagen, samengezeten met de algemene directie om de maatregelen te Maar zijn dat de vragen van toetsen. de studenten zelf die komen? Die jullie, of, of zijn dat dingen die jullie zelf bedenken? Twee, twee dingen. Um, um, het is heel belangrijk dat wij altijd gaan, gaan luisteren ja. naar onze medestudenten. Hè. Dat is een hele structuur. Hè. De algemene studentenraad is mm -hmm. de centrale studentenraad. Uh, wij zijn met veertien. Uh, maar die is samengesteld met afgevaardigden uit de departementale studentenraden. Ja. Um, dus wij horen van de departementale studentenraden die bij hun opleidingen gaan horen. En mijn studenten uit de opleidingen, die krijgen informatie naar de departementale en dan komt dat dan terecht bij ons. En dan ja. gaan wij daarmee aan de slag. Maar soms is het ook gewoon de directie die naar ons komt en zegt, ah, ja, zeg, we willen okay. deze initiatief uitrollen. Is dat een goed idee? Zouden we dat beter anders aanpakken? Misschien communicatiestijl aanpakken? Ja, want um, ja, je zit daar niet alleen in, maar je bent ook voorzitter hè, ja, daarvan. Ja, ik ben daar de voorzitter Ik ben twee jaar ondervoorzitter de... geweest. En ja, dus nu... je bent eigenlijk echt het hoofd van heel die... Ja. Ja, klinkt, klinkt mooi. Heb je daar lang over moeten nadenken om dat te doen? Nee, ik, ik denk nou, gisteren heeft mij nog iemand dat gevraagd: van, waarom doe je dat? En ja. Ik weet niet waarom. Ik kom daar altijd terecht in die situatie. <laughs> uh, ineens ben ik daar en ineens doe ik dat. En dat is, ja. Ja, ik heb daar niet echt over moeten nadenken. Ik, ik dacht dat ik dat wel zou kunnen. Uh, dat ik daar wel goede een meerwaarde zou kunnen betekenen. En dat dat dan wel. Alleen, voor Ze hebben dat jou geen twee keer moeten vragen. Ze hebben het mij niet gevraagd. Ik heb mezelf ah, kie, kie. moeten kandidaat stellen. Dat is allemaal democratisch. Hè? Dus we werken ah, volledig democratisch. Uw studentenvertegenwoordigers zijn democratisch verkozen door de studenten. Mm -hmm. En enkel de, de verkozen, de helft die verkozen ja, wordt met ja, de ja. meeste stemmen, die zijn de vertegenwoordigers. Ja. En dan binnen de departementale studentenraden uh, en de algemene studentenraad is er dan binnen de groep van de verkozen studentenvertegenwoordigers een kandidaatstelling. En dan moeten de studentenvertegenwoordigers stemmen op wie dat de voorzitter wordt of niet. Ah, ja, kie, kie. Dus het is effectief een heel democratisch proces. Ja. En, ik, effectief... en jij was gewoon de beste. Ja, van de, van de kandidaten die er toen waren, denk ik Er ja. uh, waren er ook niet veel, want als een postje dan niemand altijd wil <laughs> de Want je ook de persoon waar iedereen ja. op zijn nek uh, terechtkomt en alle, Maar, maar waarom mag je dat dan doen? Ja, gewoon, dat is zoiets van een, een soort van <laughs> ja? drang die je hebt Om, om rechtvaardigheid te creëren, die gelijkberechtiging Die kansen voor iedereen ja. te kunnen bieden en dan, ja, soms, het, ja, dat komt zo vaak uit vanuit de frustratie er is soms, denk ik. Hè, maar dat is, niet, dat is niet de goede kant om nee, het te bekijken. Nee. Vond je van, dat het er, daarvoor niet was, die uh, gerechtigheid en dingen? Was dat ook een drijfveer om dat te gaan doen? Er zijn of? altijd dingen die beter kunnen. Hè. Overal. Hè, dat is bij iedere welke organisatie of bij eender welke instelling zo. Dat mm -hmm. er altijd zaken zijn die beter kunnen. En je hebt je eigen visie, je hebt je eigen beeld. Maar gewoon natuurlijk luisteren naar je studenten. Um, en je denkt van, ja, dit kan ik misschien aanpassen. Dit kunnen we misschien verbeteren als we dit en dit en dit gaan doen. Mm -hmm. um, en heb je in het gevoel ja. dat je ook veel, veel invloed uh, uitoefent in die studentenraad? Of? Op bepaalde zaken wel, ja, zeker, zeker. Er zijn altijd dingen die moeilijker liggen. Ja. Uh, bijvoorbeeld nu bij ADAPT, hè, het, het grote transitieprogramma. Daar zitten wij, zit ik zelf in de stuurgroep, mm -hmm. samen met de Algemene Directie. Dus op dat vlak heb je wel echt een stem en worden studenten, op, allee, studenten vertegenwoordigd op het hoogste niveau. Ja. Uh, ook op Vlaams wordt er naar ons geluisterd. Maar luisteren is één en het ja. uitvoeren is een ander ding. Ja, want natuurlijk. ik zag op jouw Instagram een, een, een foto van een hele Zoom-sessie met uh, Alexander De Croo. Ja. Ik dacht, maar wow, die kent daar gewoon ja. de, de premier van het land. Ja, kennen is veel gezegd. Ja. Die had, uh, dat was via VVS. Dus uh, onze studentenraad zit samen mm -hmm. met alle andere studentenraden van andere instellingen. Zitten wij samen met universiteiten, hogescholen, samen in VVS. VVS is de Vlaamse vereniging van studenten. Ja. En zij zijn ja, voor het kabinet van onderwijs en voor de regering eerste aanspreekpunt voor studenten. Dus mm -hmm. um, vanuit VVS was toen gevraagd van hey, um, Alexander de Krogel, het samen zitten met jullie. Aangezien dat er toen veel in het nieuws was rond, het, uh, rond studenten. Yeah. Um, dus dat was wel leuk om met hem daar eens over te kunnen praten, mm -hmm. om onze bezorgdheden aan te geven. Anderzijds was dat wel nadat er terug weer van alles in het nieuws was gekomen rond studenten klagen en het gaat slecht met studenten yeah. en dan pas wordt er naar ons geluisterd. Yeah, dus. yeah. Zijn en van die heb je het gevoel ja. dat dat gesprek toch iets heeft uitgehaald? Of, uh... Een beetje wel, ik denk dat wel. Dat, dat, dat zijn kleine druppels hè. en die mensen moeten luisteren naar heel veel grote ja, groepen. Eerlijk. Die moeten rekening houden met heel veel belangrijke zaken: mm -hmm. met economie, met financiën. Dat zijn zo mm -hmm. allemaal de dingen die dan het grootste doorwegen, gezondheid. En als er dan iemand komt zeggen: van, zeg, we hebben het toch ook moeilijk, dan zet je mij natuurlijk een van de zoveel die het moeilijk heeft. Yeah. Um, dus je hebt wel een beetje invloed, maar natuurlijk, ja, dat weegt altijd op in die weegschaal. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, toch vond je het nog niet echt genoeg en heb je nog iets gedaan, want je hebt met drie andere studenten... Ah, ja. ja. ja was <laughs> Ik had het zelf vergeten. vergeten. ja al vergeten. Je hebt ja. de Facebookgroep Student Platform Corona opgericht. Ja, dat is ook iets dat bij mij is terechtgekomen dan terug, via VVS. Mm -hmm. En uh, via VVS had, het dan, had er, uh, de bestuurder sociale zaken had daar gezegd. Uh, via VIA waren ze dan bij mij terechtgekomen, een paar studenten gevraagd. Um, om daarover dat idee is te spreken dat er lag uh, toen bij het kabinet van hey, hoe gaan we die informatie verzamelen, hoe gaan we studenten zorgen dat ze elkaar kunnen steunen. Mm -hmm. En dan hebben wij uh, met een paar studenten, met vier anders, gezegd van ja, ja, ja. Ah, kijk, wij willen ons rechter zetten en uh, zijn met vier nu samen de hand. En, en wat is dat precies, wat doen jullie daarop? Dat is eigenlijk gewoon een community, eigenlijk is dat het beste om te omschrijven. Dat is een community waar de studenten kunnen spreken uh, over heel Vlaanderen uh, en Brussel. Um, enkel studenten wel, dat is heel, heel belangrijk ja. en dan kunnen ze spreken met elkaar maar het is een ze... open Facebookgroep ja, dus iedereen Facebook -groep. kan wel daarin ja, N ja nee, wij, wij modereren wel wie erin ah, komt ja, dus je moet effectief wel student zijn om erin te geraken mm -hmm. um, en daar zitten nu iets van bijna 4000 leden in ja. Um, dus ja het zijn studenten die dan spreken met hun over hun ervaring over wat ze hebben meegemaakt klachten of ik heb het moeilijk bijvoorbeeld als opgerichtheid dat is aan het begin van de examenperiode in januari mm -hmm. zijn we gestart en uh, dan zag je zo studenten die zeiden: van, Ik heb het echt moeilijk met de stress, of het is het laatste loodje en ik weet echt niet meer hoe ik er moet doorgeraken. Ja. Uh, en ik wil wel nog, allez, het, het moet gewoon, ik kan niet stoppen. Uh, mm. Wat moet ik doen? Wat doen jullie om, de, om de, daar door te geraken? Uh, en dan zie je heel veel andere studenten die elkaar helpen, uh, die dan daarop reageren, tips ja. geven of zeggen: Ik zit in exact dezelfde situatie. Uh, dus je bent niet alleen. Mm -hmm. uh, dus en het is dat niet helpt enkel over wel. corona, hè? Nee, 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 nee. Het gaat niet echt om, 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 ja. alleen, alleen over corona. Ja. Um, maar het is wel de aanzet geweest om het op te richten. We um, wij staan ook in contact rechtstreeks met um, een WhatsApp-groepje, met uh, Erika Vliegen en uh, Maarten van Steenkist en, en nog een paar andere ja, ja, uh, experts, waar dat wij dan de vragen van studenten, als die effectief pertinent zijn, of als dat um, vragen zijn waar dat wij zelf geen antwoord op kunnen geven. Mm -hmm. um, want ja, studentenvertegenwoordigers hebben wij natuurlijk wel heel nee, veel kennis ondertussen um, van bepaalde zaken en reglementeringen en zo. Uh, waar wij zelf op kunnen antwoorden. Maar als het vragen zijn over virologie of, of de pandemie, dan kunnen wij niet antwoorden. Dan sturen wij die door en dan antwoorden zij en dan geven wij die terug door Ja, wacht, dus je hebt een WhatsApp-groep met alle virologen? Niet alle virologen. Er zijn er een paar in. Erika Vliegen is erin. Maar ik verranst niet? Nee, het is Erika Vliegen. Nee, omdat zij de voorzitter ah. was ook van de GEMS toen, denk ik uh, jammer, dat, daar, uh, dat, uh, dat zij daarin zit. En uh, mm -hmm. dat is de motivatiepsycholoog. Um, ja, het is een groepje met zes of zeven experten. Okay. Um, en dan stellen wij daar de vragen aan van uh, studenten, als ze die okay, hebben. Ja. En ja. is het dan niet gek om met die mensen te communiceren? Ja, dat is wel <laughs> zijn, een beetje Zullen grappig. die soms hè? gekke berichten in die WhatsApp-groep? Of, of soms fouten? Nee, wij doen brichten, het wij niet, zijn, heel, wij zijn heel professioneel op dat vlak. Je ja. moet, je moet, allee, dat zijn ook experten. Dat zijn mensen die ongelooflijk veel uren draaien tegenwoordig. Um, ja. Die zijn zo overbevraagd. Mm -hmm. um, en ergens zit je ook in je persoonlijke sfeer, hè. Je stuurt letterlijk een berichtje. Ja, naar die daarom. Naar. Je dat... stuurt letterlijk zo'n ja. sms'je. Dus dat is wel altijd een heel deftige conversatie. Uh, ja. Maar soms krijgt dan eens een grappig antwoord waarvan dat je denkt van. Eh, ah, zeg, we zitten hier met heel veel vragen. Op je het liefst dat we die gaan sturen? En dan <laughs> stuurt er één iemand. Ja, voor mij is het gewoon goed als je het zo doet zinnen. En dan, dan vlamt je daar een beetje over en weer bij wijze van spreken ah, in een chatgroepje. Ja. Als we dat gaan chatten zetten met uw vrienden. Maar in feite zijn dat dan alleen <laughs> <laughs> wel. Ja. bekende experten ondertussen uh, in de media geworden. Dus dan is dat, wel, allee, dat zijn mensen met heel veel kennis en je moet dat dan ook wel goed nou. gebruiken. Hè. Dus je kunt niet gewoon gaan zeggen van, allee, ik ga een beetje een onnozel sturen en wat gifjes over en twee sturen. <laughs> dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, Erika Vliegen die een gif stuurt, ik zou het graag willen meemaken. <laughs> ja, ik weet het niet, Ik zou eens moeten kijken. Ik denk niet dat ze wel al eerst gestuurd, stuurt <laughs> nog. niet is uh, nee, dus Maar hoe voelde je dat er toen nood was om zo'n platform op te richten? Het kwam van overal. Hè. Wij kregen zoveel, zoveel um, meldingen binnen. Mm -hmm. um, op de studentenraad, gewoon departementaal. Maar je hoort dat overal, op sociale media, um, dat studenten echt moeilijkheden hadden. En er zijn ook altijd studenten die het niet moeilijk hebben. Hè, die dat gewoon hier supergoed hebben kunnen zich aanpassen. Ik ben zelf een van de studenten die het heel soms zeker um, wel ook moeilijk heeft. Mm -hmm. um, maar dat is dan bij mij eerder van werkdruk. En even uh, gewoon te veel op mijn, mijn plateau gelegd. En dan even dat plateau niet meer kunnen dragen, bij van spreken. Maar voor die studenten moet je er dan allee, iets minder zijn. Die, die kunnen zichzelf wel redden. Wij zijn er vooral nu, dan, in die tijd, voor die studenten die dat, zichzelf niet kunnen redden. Die echt die hulp nodig hebben. En dat is ook een hele belangrijke groep dat je mee moet uh, pakken. Dus dan, 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 dan vlieg je daarin. Hè. Uh, maar je zegt dat je eigenlijk zelf ook wel wat moeilijkheden hebt ervaren uh, in die coronatijd. Maar. Hebben ze jou ook geholpen dan? Want je bent nu vooral andere mensen aan het helpen. Uh, het is te zeggen, ik, het, ik ben eigenlijk... Uh, Onze studentencoach die gaat dat heel veel kunnen bevestigen. Ik, die zegt dat ik heel, helemaal ben omgeschakeld tijdens corona. Ik, ik, oh, hoezo? Als in, ik ben altijd iemand die heel efficiënt probeert te werken en zoveel mogelijk... Af, ja, met alles wat er op mijn plateau ligt, mm. uh, moet ik zoveel mogelijk en zo snel mogelijk afwerken. Uh, ik heb mijn systemetjes op mijn computer daarvoor in orde voor taskmanagement en al die zaken, en agenda agendamanagement... Uh, dus ik probeer altijd zo, zo snel en zo digitaal mogelijk te werken. Ja. En tijdens corona ben ik letterlijk nog twee niveaus hoger geschoten uh, in het begin van die crisis. Zeker met dat ik niet meer over en weer moest lopen naar ja. verschillende vergaderingen. Um, op verschillende campussen, want dat was ook nog een ding. Ja. Uh, naar Brussel gaan we vergaderingen. Dat is allemaal weg, dat is allemaal ineens digitaal. Dus ik kon ineens. Al die een tijd dat ik had van verplaatsingen, ja. opvullen met nog meer vergaderingen en nog meer afspraken en nog meer gesprekken te voeren. Um, dus eigenlijk wou jij gewoon geen vrije tijd? Ik weet dat niet. Ik heb vorige week ineens, vorig weekend, had ik ineens... Dat ik, um, ik heb drie enorm drukke weken gehad. Voor mm -hmm. BSC moest hij subsidieaanvraag indienen. Um, dat komt dan ook allemaal bij mij terecht. Ja, ja, ja. Um, ja het is wel verantwoordelijk. verantwoordelijkheid. Ja, dat is heel hè, veel verantwoordelijkheid. Dus yeah. ik pak die dan op en ik doe dat zo goed mogelijk als dat kan. Mm -hmm. Maar dan komt ineens... Ja, dat is allemaal gedaan. En dan heb ik wat taken laten liggen. Die heb ik afgewerkt. En ineens sta ik daar. <laughs> Stond ik daar vorig weekend. Ik heb niks meer te doen. <laughs> wat moet ik doen? Ik oh. weet niet wat ik nog kan doen. Dan heb ik letterlijk naar dus mensen... Naar... daar blij voor zijn, normaal. Ik heb <laughs> naar mensen... Van van... Ik heb naar ons dagelijks bestuur gestuurd van de ASAP. Van... Ben ik dingen vergeten? Is er nog iets dat ik kan doen? Want ik voelde me echt niet echt? goed. Ik dacht, wat moet ik doen? Ik zat oh. aan mijn computer. Zo. Allee, <laughs> deze is het dan. Ja, ik want ik ga vragen, hoe combineer je dat allemaal, al die dingen? Maar eigenlijk loopt dat dan vrij vlot bij jou. Uh, ja, vlot is veel gezegd, maar ik doe mijn best. Hè. Allee, meer kunnen niet doen. En zorgen dat je zo, zo, zo goed mogelijk plant, ja. dat is belangrijk. En op den duur, allee, mensen begrijpen dat ook. Hè. Als ze je nodig hebben en je zegt, ja, sorry, die en die en die, en die dag zitten vol, mm -hmm. die en die is dan, dan is het die en die. Dat, ja. dat is ook heel simpel. En als het echt een keer te druk is, ja, dan. En heb je momenten dat het soms echt te veel wordt? Ik uh... uh, denk dat vorige, uh, vorige week of twee weken terug was dat ik even heb gezegd. van... Ik kan even niet meer volgen. Mijn ja. mailbox heeft 15 ongelezen mails. Uh, want ik ben iemand die alles direct leest en alles direct mm -hmm. beantwoordt. Ik ben niet zo iemand die zo laat opstapelen en op het einde van een dag dan ja. op alles ineens gaat worden. Ik had 15 ongelezen mails in vijf verschillende mailboxen. Dus dat was wel even veel. Dan heb ik wel even gestuurd van ik kan even niet meer. Ja. <laughs> even als, als er dingen zijn die je eigenlijk kunt opvangen, en doen is dus even zelf ook. Even een uh, paar andere zaken aan bij. Gelukkig een heel student raadt die wel alleen ook paraat staat om dingen op te vangen, hè. Het is niet alleen, dat ik alles alleen moet doen, hè. Dat is echt niet het geval. Nee, nee, ja, um, Maar ik moet veel doen, daar niet van hoor. Um. Ja, en, en hoe, hoe merk je dat dan, dat dat te veel wordt? Um, wat is jouw belangrijkste tip? Want ik denk dat er misschien nog wel mensen zijn die hmm. soms iets hebben van... Het wordt een beetje te veel allemaal. Is dat dan gewoon voor jezelf zeggen... Ik stop ermee en, en even rust nemen, of...? Um, soms wel, hè. Als je even zit in die klik in die, in die, in die van... Oei overbelast en even niet weten waar naartoe, mm -hmm. um, dan is het even wel goed, denk ik, om even te zeggen van, alles even stop. Een half uur, een uur. Ja. Ik ga even iets anders doen. Of ik ga gewoon even liggen in mijn bed en ik mm -hmm. doe een dutje. Dat is ook een van mijn favoriete. Maar uh, ah, dus je slaapt dan toch nog niet? Nee, ja. Nee, mijn wallen zeggen iets anders, denk ik. Um, nee. Um, ja, even gewoon zeggen wat dat je nog kunt doen. Ja. En als het echt een structureel probleem is, dan moet je ook gewoon gaan zien hè, van... Het is te veel, dan ja, moet er ja, ja. iets wegvallen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hè? En dan begint je te selecteren op basis van je eigen criteria, wat doet je het liefst en ja. wat, wat is het belangrijkst? En uh, kan je op dit moment volledig tonen wat in jou zit binnen App? Want die doet zoveel. Ah, ik denk nou wel, alleen voor, voor mij toch. Hè. Ik, ik, heb ook, uh, ik studeer ook niet fulltime. Ik zit uh, allee, BSc, dat is toch wel een, 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 een vier-vijfde job. Ah, ja. Bijna, als je het in, 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 in werkuren mm -hmm. zou uitdrukken. Um, ja, dat is de, daar zit waar, hoeveel mensen achter. Dat is de 20 mensen achter dat je continu moet aansturen, hè. Um, en plannen. En dan nog ASAP, en dan nog mijn eigen studie. Dus fulltime studeren, dat zit er niet. in. Um, ook gewoon, nou, ja, in de kunsten is het altijd beter als je langer kunt zitten bij je docent. Mm -hmm. um, gewoon om zoveel mogelijk kennis daarvan af te tappen. Ja. Um, dus ik studeer halftijds. En dat is toch wel iets dat, allee, dat ik heel denkbaar ben dat, dat dat bestaat en dat dat mogelijk is. Maar is dat dan echt door app, Of heb je het gevoel moest ik niet op een andere school zitten? Zou dat ook het geval geweest zijn? Dat is moeilijk om te zeggen, hè, want ik zit niet op die andere school. Uh, maar ik denk wel dat dat een van de, een van de perks is: hè, dat je zeker bij ons hebt, mm -hmm. uh, dat je allee, toch zoveel mogelijk vrijheid hebt. Dat is ook een van de dingen waar we voor streven hè, met de studentenraad. Um, als er nieuwe curricula worden opgericht of zo'n zaken. Om ja. um, zoveel mogelijk die keuzevrijheid van wat je gaat oppakken. Keuzevakken, uh, zo'n dingen. Um, dat, je dat, dat je dat kunt, hè, dat spreiden. Ja, ja. Um, dat is, dat, oftewel dat beter inplannen. Ik heb het statuut van studentenvertegenwoordiger. Maar ik heb ook het statuut van student door, mijn, door het BSc. Um, en dat geeft mij dan wel terecht. Om dan, als ik zie van, ah, bijvoorbeeld op het conservatorium, er is een project dat ik zou moeten gaan zitten, maar het is zodanig veel op die moment, of dit komt in de weg van mijn onderneming, of van mijn studentenvertegenwoordigerstatuut. Ik heb een belangrijke vergadering dat ik eigenlijk moet zijn. Ja, dan kan ik mijn statuut inzetten en dan kan ik dat wel. En dat is ook wel fijn dat we dat hebben, hè, dat statuut, ja. uh, om dat te gaan doen. En zeker dat ondernemerstatuut, dat is ook een Vlaams ding, dus ik denk dat dat ook wel overal is. Um, maar die invulling daarvan en ja, de bereidheid van sommige docenten bij ons op het conservatorium... Um, niet alle docenten, dat is altijd. Ik veralgemeen ja. <laughs> gemeen niet graag, maar ik nee, 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 heb ja. er veel dat dat toch wel echt goed mee omgaan, en studiebegeleiding ja. en al die zaken. Um, zodat dat wel mogelijk is om dat te doen. Ja, dus Het is geen zal... spijt dat je voor app hebt gekozen. Nee, nee, inderdaad. Nee, Het is een nee. goed conservatorium. Hè. Ik ben hier eigenlijk op het conservatorium. Heel mooi gebouw, nee. heel leuke locatie. Heel inspirerende plek om te zitten. Ja, zeker. Nu een beetje minder, hè, met corona. Maar, ja, maar je, je kan niets. toch ook geen saxofoon online spelen? Of, of wel? In het begin is dat geweest. Hè. In het ja? begin van de corona, uh, oh. bij, uh, van, de, van de lockdown, de eerste lockdown, hebben wij volledig overgeschakeld naar digitalis, via Zoom. Hoe klinkt dat, zo'n saxofoon door een computer? <laughs> Niet goed, <laughs> laten we het zo zeggen. Um, ja, Zoom heeft zo van die features, technische features die het wel goed maken voor, voor, voor muziekles. Ja. Um, ja, zo, als jij, jij niet kan spreken, zijn door teams bijvoorbeeld. Dan gaat Teams voor ons audio dempen en doen ah, stijgen. Ja, ja, ja. Wat dat dan wel moeilijk is als je muziek kan spelen. Te, als je luider of stiller gaat en je leerkracht zegt ja, dat is te stil is, ja, dan teams begint Teams dat een beetje te regelen. Dat is zeg, niet je de kan het ook wel altijd dan op de computer steken. Ja, dus, het ja dat wel. <laughs> maar je moet het, uh, dat is zwaar. Dus, ja, dat is zeker ja. een ding. Hè? Je kunt niet gaan werken op op kwaliteit van geluid, je kunt niet op emotie gaan werken, je kunt niet op die zaken gaan werken via de computer, dat is ja. quasi onmogelijk maar we kunnen heel veel technisch werk doen hè? Ja. dan ben je gewoon te werken op techniek, op basis okay. zaken waar dat je ja, ik moet het, uh, ik geef zelf ook les hè, op vrijdag, nog, maar nog altijd digitaal, ah, ja, okay. we geven nog altijd digitaal ja. les, en dat is ook gewoon dan vraag ik aan mijn leerlingen, sturen een in tegen dat uur, dat drie uur voor de les, moeten al mijn leerlingen hun filmpjes hebben ingestuurd. Ik luister naar al die filmpjes, maak mijn opmerkingen. En dan in de les, kwartiertje per persoon, heb ik een Zoom-meeting. En dan ga ik met mijn, elke leerling af. Um... Ja, het is nogal iets, hè, zo uh, online Ja, het is een heel, lessen, is een maar, heel uh, ding. Ja, ja, komt wel goed, zeker. Hè, want, ja, uh, het is we moeten uh... er even doorgaan. Maar tot slot, ik heb ook nog altijd um, een klein spelletje op het einde. Oké. Okay. Um, we doen altijd... Normaal dilemma's, maar uh, yeah. ik heb nu voor jou iets anders. Het spelletje Fuck Mary Kill. Ken je oh, nee. dat? Ja, ja. <laughs> ik zal het even uitleggen voor mensen die het, uh, die het niet weten. Oh, nee. ja, dus uh, ik ga jou drie namen geven. En jij moet kiezen wie je gaat uh, vermoorden, met wie, wie je wil trouwen en ja, wie je wil fucken. Dus... Op, dat manier, op die manier ben ik wel ja. heel moordlustig, dus er gaan veel mensen sterven, denk ik. Oh, maar je veel... mag maar één iemand kiezen. Ja, ja, maar het gaat ook soms kill, kill, kill zijn, als dat een optie is. Maar dan, uh... Ja, dat, dat, ja. Mag ook, dat mag ook. Ja. Okay, en jouw drie namen zijn um, Erika Vliegen, Alexander De Kroo en Ben Reits. Oh nee, dat is echt de slechtste die je <laughs> kunt krijgen, denk ik. Ja, je hebt er alle drie een, een connectie mee, hè? Ja, maar nu moet ik even nadenken. Dat is wel een hele moeilijke Het is een hmm. belangrijke keuze. Hè? Ik denk dat Erika Vliegen wel de aangenaamste persoon moet zijn, aangezien dat dat zo'n intelligente vrouw is, om, om die denkt, allee, dat, is, dat is een wetenschapper hè? Ja. Um, om, om toffe gesprekken mee te hebben voor hele lange tijd. Dus ik zou zeggen Mary Erika Vliegen. Oh, oké. Okay. Um, en dan ben Weitz. Ja, Alexander de Croo. Ja, de knapste van die twee. Dat zijn haar nog niet aan het verliezen is is Alexander de Croo. Hè? Dus dan gaan we voor Alexander de Croo okay. gaan voor de fuck. En ben Wets. En Weitz, dan ben Wets. Ja, sorry, sorry Ben. Ik heb hem mogen interviewen een tijd terug, maar oh, uh, hij moest het op. Ja, sorry, sorry. Sorry, uh, daar uh, met het was yeah. Ja, het was niet persoonlijk. Of zo, denk ik. Uh, ja. Ja. Maar echt een hele slechte line omdat ik denk, daar heb. Dank u. Bedankt daarvoor. Ja. ja, graag gedaan. Maar goed, Dries, echt ongelooflijk bedankt voor het gesprekje. Ik vond het zeer interessant. Tof. En Dat is goed. nog zoveel succes in de toekomst met alles wat je gaat doen. De studentenraad. Nodig, de muziek spelen. Als je ooit een concert doet, ik zou zeggen. Bel mij eens op, en ik dan zal het, uh, op. Ik zal het op. Het komt mijn socials, hè, Als ik concert ah, ben. Ja, 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 voilà, dat is waar wat ik mijn socials heb, enkel reclame maken. <laughs> maar goed, volgende week dan zijn we weer met een nieuwe gast. En ja met een nieuwe podcast van Campus Klap. Dus tot dan.